Morning, yoga teacher training, dag 20 alweer. Wow, check deze ontiegelijk mooie roze lucht. Het is echt, echt heel mooi. Mag ik dit elke dag, please? We zijn net klaar met de ochtendmeditatie en no joke, er is daar iemand zo keihard aan het snurken. En als je nooit op je ademhaling let, dan, ja, dan kom je daar ook niet echt achter. Wat ik dus deed, is heel kort inademen. En dan heel lang uitademen. Waarschijnlijk omdat het lekker voelt om je buikspieren aan te spannen of zo. En toen was ik gisteren aan het mediteren. Ik dacht echt, ik krijg geen adem. En toen dacht ik, oké, even op mijn ademhaling letten. En toen dacht ik, wat ben ik aan het doen? Dit is echt heel raar eigenlijk. En blijkbaar deed ik dat dus heel vaak. Dat is toch bijna een film? Dat je ochtend zo begint met fikkie stoken en een fluitspelende yogameester. Awesome. Wanneer je angstig bent, of wanneer je kwaad bent, of wanneer je zelfs opgewonden bent, gelukkig, dan ga je dus sneller ademhalen. Je lichaam krijgt te weinig zuurstof, dus je lichaam gaat verkrampen. Dus je bijvoorbeeld misschien gespannen bent voor een presentatie of voor een toets of zo. Heel diep inademen, weet je wel, wat we geleerd hebben. Eerst je buik en dan je borst en je adem inhouden, zodat je lichaam genoeg tijd heeft om de zuurstof uit de lucht in je bloed op te nemen en zodat je lichaam ontspant. Roberto. One girl said in the comments that you are a beautiful man. What do you think about? Well. You're so cute. Hij is zo schattig. Dit is zeg maar de gewone klauw. Dat je zo je benen zo... Zie je mijn voeten zijn op de grond? Nu zo. Dus dat is de gewone klauw. Daarna zeg maar je knieën. Daar doe je dus je knieën naast je hoofd. En de laatste is dus dat je met je knieën over je hoofd gaat. En daar werk ik nu aan. Ik weet niet of je wel eens van hebt gehoord, maar dronken mensen en baby's breken heel vaak geen botten omdat ze ontspannen tijdens de val. En dan kan je lichaam dus heel erg veel hebben. Maar wat gebeurt er als ik bijvoorbeeld in het begin, toen ik in de kreukels ging liggen, nou, dan ga je dus, komen allemaal gedachten van, ik kan dit niet. Je ademhaling wordt veel sneller, je spieren verkrampen en nee, dan kan je het inderdaad dus ook niet. Maar ik ben ondertussen op een punt beland waarbij ik echt voel dat gewoon, je moet je helemaal focussen op ontspanning en dan ineens, woep, komt dat been omhoog. Niks forceren eigenlijk, mag ik mijn hoofd niet draaien. Wacht, kom maar even hier. Ja, dus ik mag mijn hoofd niet draaien. Maar je probeert dus de knieën hier de grond te brengen. En het is eigenlijk, ja, het is echt een vet goede nekmassage als je het goed doet. Zie je, elke keer als ik tegen jullie praat, dan kom ik een stukje verder. Omdat ik gewoon ben afgeleid en dan ineens van mijn been naar achteren. En de rek komt niet eens uit je nek. Komt hier, uit je onderrug. Hier rek je op. Dat je echt denkt, wat gebeurt er? Hoe kan dit? Dat heb ik heel erg geleerd van yoga. En dat ga ik eigenlijk ook gewoon voor de rest van mijn leven ook toepassen. De clue voor, ja, een soort van het makkelijk bereiken van je doelen is gewoon ontspannen. Net niet. Echt net niet. Nog een paar dagen en dan kan ik het denk ik wel. En ja, ik heb ook in de kreukels gelegen dat mijn leraar tegen me zei, nee, ontspannen, dan kom je er wel aan. Dat ik echt dacht van, you don't know what pain I'm in. En dat maakt eigenlijk niet uit, want als je gewoon ademhaalt, dan ontspant je lichaam en dan heb je dus geen pijn meer. En dan doe je dus de tegenovergestelde. Ah, rek. Om het weer terug te brengen. Meisje is weer helemaal in slaap gevallen. Echt snurken en alles. Zelfs tijdens de ooms werd ze niet wakker. Helemaal relaxed. Kijk, de boontjes zijn klaar. Gewoon uit eigen tuin. En hier hebben we nog groentepoetoe. Hier zit ook kokos doorheen. Dit is zo lekker.
En daar met gewoon groenten, rijst en nog iets van groenten. Middagpauze, middagpauze. Check al die kokosnoten. Ik heb niet eens ingezoomd. Ze zijn gewoon zo dichtbij. Je zou ze echt wel kunnen plukken als je een goede ladder had. Ik was een paar dagen terug dit katje 's avonds tegengekomen. En we hebben heel lang staan knuffelen, maar het was te donker om te filmen. Ik ben een beetje nieuwsgierig, schat. En ze is zo'n schatje. Ze is echt heel rustig, ook als je haar optilt en zo. Pijn, maar ze wou niet met me mee. Ik mocht van die man, mocht ik haar meenemen naar mijn kamer. En toen was ik echt een paar stappen verder gelopen. En toen was ze echt zo, nee, maar dat wil ik niet. En nu is ze wel weer aan het purren. En nu achtervolgt ze me. Even kijken hoe ver ze achter me aan gaat komen. Ga je mee? Ga je mee, Poppy? Ja, daar is denk ik zeg maar het territorium van een andere kat. Want je ziet haar al van om zich heen kijken. Durf ik dit aan? Durf ik dit niet aan? Kom dan. Je mag van mij met me mee hoor. Ik heb alleen geen eten voor haar. Ik heb haar net wel water gegeven. Ga je mee? Durf je het aan? Kom dan. Durf je? Toen ik er dus meenam. Ik nam er dus mee, omdat ze zo achter me aankwam lopen. En toen had ik het dus ook aan die man gevraagd van, joh, mag ik er even een nachtje lenen? Zei hij, ja joh, neem maar mee. En zei hij, ja, breng je er morgenochtend weer terug. En toen was ik zeg maar tot daar gekomen. En toen begon ze helemaal panisch te worden. Dus toen had ik haar natuurlijk gewoon weer teruggebracht. Maar nu komt ze zelf achter me aan. Kom hier. Ja. Ga je mee? Nee, dat is het. Durf je mee te gaan? Oh, oh. Er komt een fietser aan. Kom maar deze kant op. Ja. Oh, wat een schatje. Kom je. Het is allemaal nieuw voor je. Hè? Volgens mij kom je hier nooit. Ja, kom maar. Het is oké. Kom maar, schatje. Kom. Ga je mee. We zijn nu bij de poortje, ze is me gewoon achtervolgd. Oeh, ik weet niet hoe slim dit is. Dan zwemmen hier vissen. Ik kan er wel oppakken, maar dan begint ze volgens mij weer te panieken. Ik ga even kijken. We hebben er net even een beetje melk gegeven. En we zijn er nu even terug aan het brengen. Want ik was bang als ze in het territorium van een andere kat zei dat ze haar misschien aanvallen. En ze is nog zo tiny. En kijk, Devin die leidt haar mee terug. Come on. Come on, kitty. Nu maar hopen dat ze hier wel blijft. Anders gaat ze weer achter ons aan. Come back. Are you need dogs come to? Dog somewhere over there. Come on. Yay, coconut. Kijk hoe cool dit eruit ziet. No. Ziet eruit vallen, verdorie. Dit is toch een cult plaatje. Wacht even, die plastic fles weg. Kijk nou. Het is toch gewoon kult. En nu kokosnoot uitlepelen. Yummy. Perfect snack. Ik kan tegenwoordig mijn benen in mijn nek leggen. Eigenlijk moet ik me even met de andere hand vasthouden hoor. Dit is binnen 20 dagen. Keihard oefenen, dit kon ik gewoon echt niet. Oei. Naast de scorpion ben ik nu dus ook de handstand aan het leren. Deze heb ik serieus niet meer gedaan sinds ik 11 was of zo. Ik sta in de handstand. Huh? Yeah, I know. And you were never. Well, I was a little bit scared for this one because one time I fell. Ik vertelde dat ik één keer ben gevallen en mijn wang helemaal open heb gehaald. Oh, praat je ook Nederlands toevallig? Ik vind het Nederlands. Oké, zie mijn benen daar. Oké, ik ga naar beneden. Hey cutie, kijk hoe blij hij is. Hey Cesar. Hey schatje. Kijk hoe blij Cesar is. Hij doet een downward dog op mij. Lassie. Lassie. Hey Lassie. Ik ben oprecht een honden- en kattenmens. I love them both. Kijk nou. Lassie. Hey schatje. Cutie. Hey Cesar.
Kijk nou, wat een blij beestje. Oh, honger joh. Rijst, wat is dit? Ik denk couscous met groenten, boontjes. Ik denk daal met kokosmelk, nog daal van vanochtend of zo. En sprouts. Ik ga iets vet spannend doen, namelijk mijn tanden poetsen met kraanwater. Roberto en Luna zeggen dat het gewoon kan, maar als ik morgen ziek ben, dan is het hun schuld. Aangezien wifi het niet doet, ben ik wat dingetjes die ik heb bewaard aan het inplakken in mijn reisdagboek. Ik probeer altijd zoveel mogelijk dingetjes te bewaren, want ja, dat is gewoon leuk om dat ook weer achteraf terug te zien. Dus ja, ook gewoon simpele bonnetjes waarmee ik popcorn koop bij bioscoop. En dit is een bioscoopkaartje uit Kuala Lumpur. Daar heb ik de film Tani Oroval gezien. Die was echt, echt heel goed. En hier, dit is ook een bioscoopkaartje van hier in Lulumal. Toen ging ik naar de lokale film Premam. Buskaartje in Kochi. En dit is een dingetje wat ik van Stefan heb gekregen. Morgen weer een dag vol met yoga. Tegen je idee aankomt. En op zich heb ik dat ook wel. Dankjewel voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Welterusten en tot morgen.